Wat leuk dat je kijkt. In deze video een rondleiding door het kleine Hanzenstadje Elburg in de provincie Gelderland. Hier is echt veel te zien. Het is een heel oud stadje. Het behoort tot de 9 Hanzensteden. En deze 9 zijn als volgt: Deventer, Doesburg, Harderwijk, Hattem, Hasselt, Kampen, Zutphen en Zwolle. Ik was daar gezellig een middagje met mijn hondjes en ook nog eens een keertje met een vriendin. Heerlijk op het terrasje kunnen genieten aan het haventje. Natuurlijk allemaal bootjes die voorbij kwamen. Misschien leuk om ideeën op te doen om dit stadje zelf een keer te bezoeken. Of gewoon omdat je het leuk vindt om te kijken. Vlakbij het centrum is een hele grote parkeerplaats aan de Zwolseweg. Eerst kom je langs deze mooie fonteinen en dan loop je eigenlijk de Jufferenstraat in. Daar zitten eigenlijk de meeste winkeltjes en heel ontzettend veel terrasjes. Dat gaat uiteindelijk over in de Vispoortstraat. En dan kan het natuurlijk niet missen dat je onder de Vispoort doorgaat en uiteindelijk kom je bij het pleintje uit. Met nog veel meer restaurantjes en het haventje. De kruising hier met de Beekstraat. Er loopt een heel leuk grachtje. Allemaal kleine leuke winkeltjes. En er staat ook zo'n muziektent. Blijkbaar treden daar af en toe artiesten in op. Nu is er eventjes niemand. Maar het ziet er heel gezellig uit allemaal. Heel veel restaurantjes ook. De terrassen zitten helemaal vol. Helemaal leuk. En de skatties genieten natuurlijk ook van dit rondritje in Elburg. Skatties? Is het eventjes tijd voor een lekkere verse suderans en een croissantje hamkaas op het terrasje van Bij Ellen. Natuurlijk hebben de skatties ook lekkere hondensnoepjes gehad en Kelen die vraagt nu om nog wat meer. Ja, daar op de achtergrond zie je de Vispoort al. Daar loop ik zo naartoe. En ik heb heel veel bekijks met de 3 skatties in de hondenwandelwagen. Ik sta echt elke paar meter stil om te aaien en foto's te maken. Hey, ik hoor muziek. Dat is zeker die groep die net gepasseerd is. Een soort blaaskapel of zo, denk ik. Nou, ga ik even kijken met de skatties. Ik loop nu inmiddels bij het haventje. Er liggen ontzettend veel bootjes. Net achter mij, daar is die blaaskapel aan het optreden, of orkest. Ik heb geen idee hoe die groep heet, maar het klinkt in ieder geval heel gezellig en er staan ontzettend veel mensen te kijken. Het is natuurlijk ook prachtig weer, dus dat leent zich er goed voor. Nou, Nederlandse kan volgens mij bijna niet. Kleine café aan de haven spelen ze nu van vader Abraham, oftewel Pierre Cardin. Ja, dat kent denk ik wel bijna iedere Nederlander. En zeker ook Wezingen.
Inmiddels een paar dagen verder, nog steeds juli 2023. Ik ben nu samen met de vriendin nog een keertje naar Elburg gegaan. Hier een klein parkje met zicht op een fontein. Het is nog steeds prachtig weer, dus we gaan straks ook even lekker op het terrasje zitten. Via deze brug komen we eigenlijk aan de andere kant van de Beekstraat het centrum weer binnenlopen. Gezellig, zo'n straatje met allemaal zinken spulletjes. Daar hou ik echt van. Heb ik thuis ook heel veel zinken emmers en potten. Oude zinken prullenbakken. Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij lopen we nu op de Westerwalstraat. En kijk eens, wat een prachtig zicht op die oude huizen en die mooie panden allemaal. Inmiddels zijn we weer aangekomen bij het haventje. Hier nog eventjes rondkijken. Mijn vriendin loopt met de hondjes in het wandelwagentje. Zo heb ik dus nog eventjes tijd om hier wat mooie beelden te schieten. Hier direct achter mij zag ik net een restaurant met een heel groot terras. Restaurant Luca, Italiaans. Dus ik denk dat we daar zomaar even neer gaan ploffen. Wauw, wat een giga hoge bank hier. Net kwam er een Duitse stel voorbij met twee kinderen. En die man hielp die vrouw om op die bank te kunnen zitten en een foto te maken. Dus ik stelde voor om een foto van hun vieren te maken. Dat vonden ze leuk. En nu is het de beurt aan de skatties natuurlijk om ook op deze giga bank te gaan zitten. En ze zijn gewoon echt mini klein vergeleken met die bank. Ik denk dat ik er zelf niet eens op kom. Ik ga het ook maar niet eens proberen. Zo, en nu zitten we heerlijk op het terras van restaurant Luca met zicht op het haventje en allebei een lekker broodje met carpaccio. Nou, voor we ze trekken nog even naar het toilet en ik maak meteen even van de gelegenheid gebruik om te zien hoe het er binnen allemaal uitziet. Ja, erg leuke sfeer vind ik het hebben. Hier ga ik vast nog een keertje eten als ik weer in deze buurt op vakantie ben. De volgende drie foto's zijn uit mei 2010. Toen waren we ook een middagje even in Elburg. We waren toen even in de buurt. Tijdens een weekendje samen met mijn zusje in een staakcaravan aan het Veluwemeer zagen we dat dit bootje naar Elburg vaart en terug. Dus die doet een aantal campings aan. Het is echt een leuk tochtje om te doen. Hier hebben we mazzel, want nu speelt een gitarist in deze muziektent. Thank you.
Bedankt voor het kijken. Als je dit een leuke video vindt, geef me dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Vergeet ook niet om je gratis te abonneren op mijn kanaal. En als je automatisch op de hoogte gehouden wilt worden wanneer er nieuwe video's zijn verschenen, klik dan even onder op het belletje. Je reacties lees ik graag onder deze video. Hopelijk tot een andere keer ergens op mijn kanaal. Groetjes van Linda en mijn hondjes.